21 maart is het Wereld Poëziedag. Deze dag is in 1999 ingesteld door de UNESCO met als doel het lezen, schrijven en publiceren van poëzie te bevorderen. Verder wordt ook de taalkundige verscheidenheid via poëtische expressie onder de aandacht gebracht. Ook in Suriname is deze dag gevierd. De dichters Maureen Mormon, Jonathan Chinfu, Anira Hamad en Kerrien Chonayong waren te gast bij ATV en brachten ode aan deze dag. De zwijgzame vriend. Was ik fout? Hij had nooit kritiek. Hij die mij nooit verliet. Ik viel, hij hielp mij staan. Hij is mijn onzichtbare steunpilaar. Opgelucht leunde ik tegen hem aan. Alleen ben ik nooit geweest. Was ik laat, hij was er reeds. Mijn verliefdheid, hij was niet jaloers. Hij deed nooit stoer. Mijn vriend, mijn stille liefde, mijn vader en heer. Waar ik ook kom, mijn vriend verlaat ik nimmer meer. Ongelooflijk. Is het niet dat men in de wiskunde nog steeds wortels kan trekken? Ondanks alles in de wereld. Jij bent een gebruiker, de mosquito worong der parasieten. Ongewild dring jij mij binnen als een irritante jeuk over mijn huid. Ik voel je kriebelen over mijn benen, mijn buik, mijn armen, mijn hele lichaam, totdat ik niet meer op beide benen kan staan. Anansi, je kiest me. Je kiest me in mijn atti, je kiest me in mijn kracht. Ai, Anansi, je kiest me, Baya. Het is de kordiaal die zachtjes spetterend de rivier hier oversteekt. Het zijn de waterstraaltjes kletsend langs de bootrand in de kreek. Het is het gebed van vrome hindoes, klagelijk wenend in de nacht. Het is het huilen van de honden na de buidelrat op jacht. Kerrien Chonayong woont in Nederland en is in Suriname om haar gedichtenbundel te presenteren. Chonayong belandde 18 jaar geleden door een hersenbloeding in een rolstoel en vanaf toen begon zij met poëzie. De dichter vertelt wat haar inspireerde om het gedicht Nocturne te schrijven. Ik dacht eraan, ik ga graag naar het binnenland. Ik doe het ook ieder jaar als ik de kans krijg. En als je in die koreaal vaart en alles hoort zo aan de kant. Ja, het is een prettig gevoel om zo te varen over de Suriname rivier. En als je gaat slapen hoor je al deze geluiden. Als je in Nederland woont hoor je niks 's avonds, maar in Suriname alles hoor je en dat vind ik zo mooi. Daaraan dacht. Alles Kerrien Chonayong, we spraken haar in verband met Wereldpoëziedag vandaag. Ook Maureen Mormon, Jonathan Chinfu en Anira Hamad brachten ode aan deze dag.